Hallo en welkom bij een nieuwe video bij idv.com, de website en het YouTube kanaal Boordenvol Technologie. En vandaag ga ik wat meer vertellen over mijn YouTube kanaal, namelijk wat waren mijn statistieken, wat waren de beste momenten op mijn YouTube kanaal in 2020, wat waren de beste video's. Hoeveel views heeft mijn kanaal gehaald in 2020 en zit er eigenlijk een stijgende lijn in? En hoeveel opbrengsten in euro's heeft mijn kanaal eigenlijk binnengehaald in advertentieinkomsten op YouTube? Dit vertel ik jullie allemaal even na de intro. Om te weten of je op YouTube goed bezig bent, zijn er wel heel wat manieren om dat te weten gekomen. Je kan het gewoon vragen aan je kijkers in een commentaar onder de video bijvoorbeeld. Maar goed, niet iedereen reageert graag op een YouTube-video via een commentaar. Je kan ook wel die duimpjes omhoog in de gaten blijven houden die mensen geven op je video. Maar goed, dat geeft ook niet superveel feedback. Maar goed, mag je altijd doen natuurlijk, een duim omhoog geven. Je kan natuurlijk ook wel een beetje in de gaten houden, stijgt het aantal abonnees dat ik elke week of elke maand krijg? Blijft dat stijgen? Gaat het naar beneden? Want als mensen je afmelden als abonnee, dat wil misschien wel zeggen dat je niet goed bezig bent en dat ze je video's gewoon niet meer willen zien. Dat wil je natuurlijk niet meemaken. Dat moet je proberen voor te zijn, om altijd proberen goede nieuwe content te maken, dat je kijkers eigenlijk wel graag willen zien. Dat doet me natuurlijk aan herinneren. Vergeet ook niet even om te abonneren op mijn YouTube kanaal en te klikken op dat belletje als jullie in de toekomst geen nieuwe video willen missen. Bedankt. De gevorderde YouTuber kijkt ook wel iets verder dan al die zaken die ik daarnet heb opgesomd, want die gaat ook wel eens kijken regelmatig naar zijn YouTube Analytics. Want daar krijg je echt wel een heel gedetailleerd beeld over wat er allemaal gaande is op je site. Ik heb alvast in 2020 met een aantal verschillende video's geëxperimenteerd om ook een beetje te kijken van wat werkt er, wat werkt niet. Hoe kan ik mensen een plezier doen met goede content via videoreviews en zo verder. Maar ik heb ook een aantal andere zaken gemaakt en dat wil ik aan jullie wel eens even tonen. Wat werkt er bijvoorbeeld op mijn kanaal wel in 2020 en wat niet? Laten we even in mijn YouTube Analytics duiken. De YouTube Analytics module kan je vinden door te klikken op je icoontje op je YouTube kanaal en dan gaan naar de YouTube Studio. Daar krijg je eigenlijk dan heel wat informatie en aan de linkerzijde klik je dan op Analytics. Je krijgt altijd standaard een beeld van de afgelopen 28 dagen, dus van de afgelopen kleine maand zullen we maar zeggen van hoe je kanaal momenteel op die maand presteert. Maar wij gaan even kijken naar het hele jaar 2020 door te klikken hier. Of je kan ook aangepast gaan kiezen door bijvoorbeeld te zeggen van kijk, ik ga even naar 2019 kijken. En dat jaar door dat even manueel in te typen of door de kalender daaronder te gebruiken. Maar ik vind het manueel typen toch net iets gemakkelijker vaak. En je gaat even kijken naar heel het jaar 2019 bijvoorbeeld, van 1 januari tot 31 december. En dan zie je dat mijn kanaal in dat jaar, 2019, een 88.000 weergave had. Een kijktijd van 3600 uur. Dat wil eigenlijk zeggen, hoe lang hebben mensen naar al jouw video's gekeken op jouw kanaal? De uren die mensen gekeken heeft, letterlijk, gedurende dat jaar, was bij mij in totaal 3600 uur. Wat ook wel vrij veel is. Maar natuurlijk niet, niet echt te vergelijken met die kanalen die miljoenen abonnees hebben. Die zitten echt in de honderdduizenden kijkuren of miljoenen kijkuren. Dat loopt soms wel op. Hoeveel mensen op YouTube eigenlijk wel spenderen, dat loopt wel heel hard op. En je ziet dat ik in 2019 en 80 abonnees heb bijgekregen. Mijn kanaal was toen ook nog niet monetized, zoals dat heet. Ik verdiende toen nog geen geld met YouTube-advertentie. Ergens in eind augustus 2020 is mijn kanaal monetized en vanaf die moment ben ik geld beginnen verdienen elke maand met de YouTube advertenties. Bijvoorbeeld de video's die je hier ziet verschijnen tussen de pauzes die hier regelmatig verschijnen, ja, daar verdien ik dus wat een beetje geld mee. Maar ook de advertenties rondom de YouTube-video's, ja, die je ziet verschijnen, ja, daar verdien je een kleine inkomst mee. Natuurlijk, hoe groter je kanaal, hoe meer kijkers, hoe meer inkomsten. Zo simpel is het eigenlijk. Als we dan even gaan kijken naar 2020, hebben we meteen een vergelijk. Ja, heb ik in 2020 veel beter gedaan dan in 2019? Ja, laten we even kijken. Als we gewoon even klikken op 2020, dan zie je, ja, dat ik van 88.000 ja, kijkviews naar 133.800 ben gegaan. Dus dat zijn er niet meer, een goede 50.000 views meer behaald. Maar vooral dit vind ik wel een heel leuke. Ik heb bijna 500 abonnees bijgekregen in 2020. En dat vind ik wel heel leuk, want dat wil echt wel zeggen dat er heel wat goede video's zijn gekomen die mensen, ja, echt hebben ertoe geleid om even te klikken op abonneren, want ze willen in de toekomst misschien geen video missen als ik een nieuwe online zet. Ook die kijkuurtijd met 6700 uur. Meer mensen hebben langer naar mijn video's gekeken en ja, dat is ook wel een heel goede indicatie om even te zien hoe goed je bezig bent. Die geschatte opbrengst, zoals ik zei, ja, dat weten jullie dan ineens ook, dat ik met in 2020 €268 heb verdiend, die gewoon op mijn rekening is gestort in 2020. Maar, belangrijk om wel om te weten, is dat dit pas gestart is op 25 augustus 2020. Dus september, oktober, november en december, zullen we maar zeggen, ja, dat zijn een beetje de maanden waar ik deze €268 heb verdiend. En je ziet ook wel dat dit even met een klein dipje hier in stijgende lijn is gegaan. Per dag, ja, verdien ik een €2 à €3, hangt er een beetje van af. En dan zie je ook wel, ja, dat daar ook wel een stijgende lijn zit momenteel, toch de laatste maanden van 2020. En dat is ook wel een goede indicatie. Ook die weergave. Als je even kijkt naar begin 2020, ja, toen zat ik met weergave van, ja, 166 mensen per dag, een 200 mensen per dag. Af en toe is een uitschieter van een nieuwe video die heel goed werd bekeken naar een 1000-tal views, 800 views. Maar dan zakt het weer even terug. Dan zet ik weer een nieuwe video online die wel populair was, van deze elektrische scooter bijvoorbeeld. Hop, en weer een aantal, ja, 1500 views bij, maar dan zakt het weer terug. En zo was het een beetje up en down. Maar dan hebben we hier een heel lange constante gehad dat ik een beetje inactief was. Het was hier ook wel de begin van de coronatijd. En ja, iedereen had het toen wel lastig. Het was een lockdown, iedereen zat thuis, de kindjes zaten thuis. Ik had gewoon niet altijd tijd, maar het was ook gewoon vaak te druk in huis, te veel lawaai in huis, om gewoon rustig een video op te nemen. En dat merkte ik ook wel. Dus, maar goed, mijn views bleven wel constant, want oude video's werden nog altijd herbekeken. En dat was ook wel leuk natuurlijk. En je zag ook hier, door de lockdown, toch een stijging. Mensen keken meer naar YouTube in april bijvoorbeeld, ook nog tijdens die lockdown, de paasvakantie die er toen was in België. Dus dat was wel leuk om te zien. En toen ben ik terug begonnen met een aantal nieuwe video's. Een populaire video die zeker een 5.000, 6.000 keer bekeken is, is deze dat ik op Wish een fake Apple Watch kocht, bijvoorbeeld. En nog een aantal andere video's. En je zag dat, ja, dat ik een verdubbeling kreeg van het aantal kijkers. En dat was wel leuk om eigenlijk dit te blijven volgen. Hier heb ik een beetje vakantie genomen in juli en augustus, maar toen in augustus besliste ik van kijk, ja, nee, goed, we gaan er even tegenaan. Ik ga terug wat oude video's promoten. Ik zat ook tegen die grens van 4000 kijkuren per jaar die je moet halen om eigenlijk YouTube partner te worden. En ook, ja, die YouTube advertenties te ontgrendelen, zeg maar. Dus dat je echt geld begint te verdienen. Daar zat ik heel dichtbij. En heb ik even gezegd van kijk, ik ga even een extra moeite doen de komende maanden. En toen heb ik wel heel wat nieuwe video's online gezet. Zoals je ziet, hier 4 in augustus nog. En dan nog een aantal video's de komende maanden. Met wisselend succes. Er zijn een aantal video's heel succesvol geweest, zoals je ziet. Die Acer die ik op 16 november heb online gezet, heeft een 5000 weergave behaald in 2020. Deze oude video van 2019 van deze elektrische step heeft ook nog heel wat views gehaald in 2020 en zo verder. De cijfers kloppen niet helemaal, want deze heeft wel wat meer. Deze van 9 november, deze cowboy video, heeft bijvoorbeeld denk ik ja, 3200 views gehaald. Dus de cijfers hier kloppen niet helemaal. Maar goed, zo krijg je ook wel een idee van ja, de best presterende video's in die periode. Wat ook niet onbelangrijk is van kijk, die gemiddelde weergaveduur per video. Want sommige video's ja, die worden gewoon langer bekeken, die worden soms helemaal uitgekeken of half uitgekeken door de gemiddelde kijker. En sommige worden vrij snel dichtgeklikt. En dan weet je soms niet, ja, hoe komt dat nu eigenlijk? Kijk, deze heeft heel veel views. Maar slechts 15% van de video wordt uitgekeken. Als je gaat kijken naar die analytics, dan zie je hè, dat die eigenlijk vrij snel, zelfs al na een klein tweetal minuten, kijkt nog maar een 20% van je kijkers de video uit. Hoe komt dat? Ik denk dat het bijvoorbeeld komt als ik toen even dieper in de analytics ben gaan kijken, dat ook wel heel veel mensen uit het buitenland deze video gevonden hebben. Via Google Search bijvoorbeeld, heel veel mensen via Google Search en die hebben dan eigenlijk ook wel ja, heel veel mensen met een andere taal. Als we even gaan kijken naar mijn publiek bijvoorbeeld, zie je bijvoorbeeld heel veel mensen uit Duitsland die de video gevonden hebben, uit Frankrijk, Canada en zo verder. Maar natuurlijk, als ik dan Nederlandstalig begin te praten, ja, dan haken ze vaak af van ah nee, het is een Belg of het is een Nederlander, dan ja... dit ga ik niet uitkijken. En dan klikken ze de video dicht. Maar goed, dat maak ik wel niet zo heel vaak mee. Maar dat is dan het nadeel dat de kijktijd van deze video wat lager is. En de gemiddelde weergaveduur ook. Maar goed, het aantal weergaven is wel vrij goed te noemen. Uiteraard is het ook wel interessant en leuk om te kijken. Ja, kijk, die opbrengsten die YouTube op mijn video's nu zet, ja, die zijn natuurlijk niet echt heel hoog. Maar ze zijn wel mooi meegenomen. Je ziet ook wel, hè, toen ik in augustus begon, dat ik die advertenties op de laatste week van augustus, 25 augustus, geactiveerd had. Had ik een 17 euro verdiend. In september en oktober, ja, net geen 50 euro. Maar november en december, ja, toen was er weer een boost bij. December nog weer een beetje erbij. En het is eigenlijk hopelijk wel de bedoeling als ik nieuwe video's blijf online zetten natuurlijk. Je moet wel blijven content maken. Ik probeer een 4, 5, 6 video's per maand te maken. Ja, ik heb ook niet enorm veel tijd, maar moest ik meer online zetten, 3 keer per week of zo, of dagelijks, zoals sommige mensen die echt wel voldoende tijd erin kunnen stoppen, ja, dan zul je ook opnieuw het aantal views zien stijgen, want dat, ja, de kwantiteit is natuurlijk ook wel een hulpmiddel om meer views te halen en meer advertentieinkomsten en alles natuurlijk omhoog te trekken in die statistieken. Maar goed, dat is niet mijn main focus met dit kanaal. Ik wil me gewoon ook wel amuseren en het moet plezant blijven, ook voor jullie. En ook voor mij. En voor diegenen die echt heel diep willen duiken in die analytics, ja, en meer echt veel willen te weten komen, ja, dan is er ook nog een geavanceerde modus. Als we daar even op klikken, ja, krijg je een heel ander venster te zien en krijg je nog veel meer tabblaadjes om op te klikken. Een heel interessante die ik zelf ook wel af en toe eens in de gaten hou, is, ja, is deze gewoon de algemene video, welk waren je populairste video's in 2020, en dan krijg je heel wat meer informatie hier. Hier zie je bijvoorbeeld ook al dat deze video dus in 2020 een 41.000 keer is bekeken. We zitten nog altijd hier met onze tijdstip van 2020. En ook wel hoeveel deze effectief heeft opgebracht qua advertentieinkomsten. Ook weer sinds augustus. Dus volgend jaar ga ik echt wel ook voor die advertentieinkomsten een heel jaar kunnen tonen als ik de statistieken van deze video nog eens maak. En krijg je echt wel een beter beeld. En dan zie je ook wel, ja, je kan je ook een beetje infiltreren welke video het meest heeft opgebracht. Want dat is ook wel grappig, want sommige video's hebben vaak minder views, maar brengen wel meer geld op, omdat het onderwerp van die video gewoon interessanter is voor, ja, adverteerders. Dus ook wel in de gaten houden. Wil je veel geld gaan verdienen met YouTube? Ja, dan maak je video's die, ja, hoge CPM heet dat dan, hoge, ja, advertentie-inkomsten kunnen opleveren per 1000 views. Dus dan, als je dat belangrijk vindt, dan focus je daarop. Ik ben daar minder mee bezig. Maar goed, sommige mensen wel. De YouTube advertentieinkomsten zijn uiteraard wel niet de enigste inkomsten die ik haal via dit YouTube kanaal en mijn blog. Ja, de advertentieinkomsten op mijn blog brengen ook wel wat geld op. En de affiliate marketing links die vaak onder mijn blog of mijn video's verschijnen in de beschrijving. Als je daar even op klikt, dan krijg ik ook wel vaak een kleine commissie als mensen dan iets kopen in de komende dagen nadien. Ja, dat zijn wel kleine dingen die natuurlijk wat helpen om mijn YouTube-activiteiten in bijberoep een beetje actief te houden. Maar natuurlijk ook soms word je ook wel gevraagd en krijg je een sponsoring. Bijvoorbeeld de laatste video van Xiaomi. Ja, dat is gewoon een gesponsorde video waar ik natuurlijk gewoon een factuurtje voor stuur naar Xiaomi. En waar ik gewoon wat vertel over hun video's. Maar goed, dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Dat zie je ook gewoon in deze video. En vertel ik ook gewoon in de video om zo transparant mogelijk te zijn. Ook de verkeersbronnen vind ik heel interessant van hoe vinden mensen nu eigenlijk mijn video's? Want ik heb maar 1600 abonnees, maar ik vind persoonlijk toch dat ik voor dit aantal toch wel vrij hoge views heb. En dat zie je ook wel, dat als je kijkt naar mijn statistieken, dan kan je ook gaan kijken van het percentage van abonnees dat effectief naar mijn video kijkt, dat is maar 1 of 2%. En die 98% van mijn andere views zijn mensen die niet geabonneerd zijn. Die mij gewoon gevonden hebben, vaak via een YouTube zoekopdracht of via extern. En extern is dan ook gewoon vaak via Google. Als we daar even op klikken bijvoorbeeld, dan zie je dat mijn Google Search, dat dus een heel populaire manier is dat mensen mijn YouTube kanaal vinden. Maar ook via Facebook of via mijn eigen blog en andere websites bijvoorbeeld van producten die ik besproken heb. Ook wel heel interessant om te zien eigenlijk. Zelfs een Franse krant bijvoorbeeld, die is een YouTube video van mij heeft embed van een cowboyfiets. Ja, dan zie je ook wel van waar komen die views nu ineens? Wel kijk, via die weg dus kan je gaan kijken waar je video's worden gebruikt of worden embed in andere websites. Vind ik persoonlijk heel interessant om te zien. En uiteraard zijn hier zoveel tapjes dat ik ze allemaal niet aan jullie ga laten kijken. Maar je kan uiteraard de geografie kijken, de leeftijd van de kijker, het geslacht van de kijker. Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat vooral mannen naar mijn YouTube kanaal kijken door een of andere reden, die vooral geïnteresseerd zijn in technologie. Voilà, en als je klaar bent met te doorpluizen in die YouTube Analytics van waar komen die views enzovoort, dan kan je gewoon even op dat kruisje klikken en dan kom je weer terug in je gewone Analytics van vandaag. Een andere leuke, interessante is aan de rechterzijde, want dan zie je ook wel de views van de afgelopen 48 uur op je kanaal. En de laatste 2-3 maanden zijn die bij mij wel consequent boven de 1000, soms 1200, 1100 views de afgelopen 48 uur. En de best presterende video's op dit moment, bij mij zat momenteel dus die Acer Predator Orion 3000 gaming laptops, maar toch nog steeds die iets oudere video's, die worden nog altijd goed bekeken. En als je dan gewoon even klikt op meer weergeven, dan krijg je ook weer dat beeld te zien van daarnet in die geavanceerde weergave van de meest populaire video's op dit moment, de afgelopen 48 uur. En dan zien jullie dat dat weer de video's zijn. En het blijven toch wel echt, ik vind het echt indrukwekkend dat bepaalde video's zelfs na 1, 2, 3 jaar toch nog steeds dagelijks goed worden bekeken op mijn YouTube kanaal. En dat is ook wel de kracht, vind ik persoonlijk, van mijn content. Als je technologie reviews maakt en je bespreekt een e-bike of een smartphone, die dingen blijven wel 1 of 2, 3 jaar soms op de markt. Komt af en toe wel eens een nieuw model, maar ze blijven tweedehands verkocht worden bijvoorbeeld. En er blijven mensen gewoon naar zoeken, naar die producten. En dat is eigenlijk de kracht van mijn YouTube kanaal. En dan is ook wel die, de SEO, zoals dat heet, de optimalisatie van je YouTube kanaal belangrijk. Maar goed, daar ga ik wel eens even wat meer vertellen in een andere video. Alvast bedankt om te kijken naar deze video waar ik wat vertel over mijn YouTube Analytics van 2020. En hopelijk kan ik opnieuw een video maken in 2021 met nog betere cijfers dan dit jaar en vorig jaar. alvast bedankt om te kijken. Bye.